Volgende kata is de bazerijn. Enjoy. Ook hier, ga je voeten strak tegen elkaar. Hand is voor je, gestrekt voor je. Rechts is de vuist, links is er overheen. Je maakt je anderhalve senkusudachi, één senkusudachi. En de helft stap je naar voren met twee handen vanuit de zijkant. En iets. Heel goed, je staat het lichaam recht vooruit. Iets. Dan ga je de andere kant, maak je een uchuke. Nee. En weer een uchuke. Nu maak je een mawate, dus iets. Zie je, dan ga je helemaal de andere kant, dus zo doeken. Oké, dus de tegenovergestelde. Rechterbeen voor, linkerhand maak je een blok. Nee. En uchuke. Iets. Naar beneden, stap je gelijk door naar voren. Zo toeken. Nee. En weer uchuke. En iets. Linkervoet gaat bij. Vuisten zijn op elkaar. Nee. Naar voren. Goed strekken voor je afhouden. Iets. Goede stoot maken. Niet afraffen. Lange stoot maken. Vastzetten. Nee. Gelijk weer een blok maken. Keurig uitzoeken. Iets. Nee. Hetzelfde. Onthouden dat je met rechts nu naar voren stapt met een shutoeken. Iets. Nee. San. Zie. En één achter. Dus drie naar voren en één achter. En iets. Je verplaatst je een beetje van kokenstatie naar senkenstatie. Heel mooi. Hand niet gestrekt. Heel mooi gebogen zoals Jeroen doet. Gaat die tussendoor en trek hem aan. En zak jij. Jij. Heel goed. En wat je ook ziet is dat hij hem terughaalt. Goede controle. Ook hier weer shuto. Iets. Nu gaat je voorste voet gaat terug. En iets. Omhoog. Goed zo. Uit elkaar. En blok. Iets. Knie. En stoot recht vooruit. Goed zo. Draai door. Shuto. Iets. Paam. Knie, voeten strak tegen elkaar. Keur heel goed en helemaal omhoog. Komt hij uit je nek. Kijk maar goed hoe je eronder doet. Iets. Boom. Laag. En iets. Onderdoor weer. Prima. Iets knie. Je hand laat je staan. Je voet die gaat er naartoe. En dan. Dus je doet eigenlijk niks anders dan 1, 2. Dus je rechterhand blijft een vuist. Naar beneden zo meteen iets. Blok hier. Je lichaam hou je heel rechtop. Je blakt hem zo blok. Iets. Nie, sam. Kijk goed wat hij doet. Hij staat voor een kibarashi. Doe je hem eerst in je linkerzij en ga je gelijk over naar een sekusashi. En iets. Heel goed, dan maak je een dubbele blok. Nie. Dubbele aanval zelfs. Handen zijn in je zij. Natuurlijk is rechts is onder. En iets. Linkerknie omhoog. En op de knie. Terug. Nu gaat je rechterknie omhoog. Iets. Nu maak je, zoals we wel zeggen, een moeilijke draai. Helemaal doordraaien. Oetje berij, laag en hier, niet hoog. En iets, kijk maar hoe mooi. 1, 2, heel goed. Het is lager dan je schouder, dat moet je goed onthouden. Je maakt een blok van Maigiri en je haalt hem weer weg. Iets. Andere kant. Stap je schouder opzij met shuto. Iets. Heel mooi, grote beweging maken, belangrijk. En iets. Je stapt schuin weg. Je staat in kokos, dus dat zie je die kant op. Maar je kijkt de andere kant op. Als je nu gewoon zo naar voren zou kijken, heb je de perfecte kokos. Maar je hebt dus... Zo, nu stap je erbij met de kiai en sankjai. Kiai. Heel goed gedaan. En je mee. Je eindigt weer dezelfde stand, zoals je waarschijnlijk. En je springt. Heel goed gedaan. Prima. Veel plezier met thuis te oefenen.